Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen. Interviews. Reportages. Gertsen, introductie hoeft dit eigenlijk niet. Maar voor degene die jou misschien toch niet kennen, wil je toch eens iets over jezelf vertellen? Nou, mijn naam is dus Patrick Gertsen, 25 jaar. Ik woon in Hengelo en begon met voetballen in Deurningen, een klein dorpje in de buurt. Toen mijn 12e gevoetbald, toen naar jeugdopleiding van SC Twente. Daar heb ik iets van 10 jaar gevoetbald of zo. En daarna 3 jaar bij Go Ahead Eagles. En nu ben ik hier. Je hebt ook nog in het eerste gespeeld bij FC Twente en toen kreeg je een vervelende beenbreuk. Allebei, dat klopt, ja. En toen heb je niet meer het niveau gehaald van daarvoor, zeg maar? Nee, ook niet. Maar Twente werd ook al steeds beter, dus ik werd iets minder en Twente werd iets beter, dus het verschil werd steeds groter. Ik hoorde net van ingewijden dat je ook nog in de Nederlands elftal onder de 19 hebt gevoetbald. Ja, onder 18, 19, jong oranje. Ja, wat dat betreft wel veel meegemaakt, maar nu sta ik hier. En wat zijn jouw ambities bij Excelsior 31 dit jaar? Nou, gewoon lekker voetballen en belangrijk zijn voor het team en individueel gezien. Bij veel doelpunten betrokken zijn, zeg maar. Okay, we gaan geen aantallen noemen, want daar hoor je mensen nu al over, maar daar gaan we je niet aan houden. Maar je hoopt zoveel mogelijk doelpunten te maken. Ja, precies. Je weet nooit hoe een seizoen loopt natuurlijk, maar je wil natuurlijk wel zo goed mogelijk eindigen voor jezelf. En je bent benaderd door Excelsior 31. Wat trok jou in Excelsior 31? Kende je die club of wat trok jou aan? Ja, ik kom natuurlijk zelf uit het Hengelo, dus zo ver is het niet. En wat trok het aan? Gewoon de algehele sfeer en het is wel in beweging. En ik denk wel dat de randvoorwaarden wel goed zijn om hier een leuk seizoen te hebben. Even als laatste vraag, ze hebben het constant over een top 8 positie. Ik vind dat zelf gezien voorgaande jaren toch iets te laag. De ambitie is om toch iets hoger te eindigen? Nou, om eerlijk te zijn, ik heb echt geen flauw idee wat de kwaliteit is van ons team nu eigenlijk. Want we hebben nog geen wedstrijd gespeeld, alleen een paar trainingen, maar dan kun je het nog niet zeggen. En ook van de tegenstanders, ik weet niet hoe goed hun zijn of slecht. Dus, die hebben zich ook versterkt. Ja, natuurlijk ook. Maar dus wat dat betreft kan ik er weinig zinnigs over zeggen. Hoe is de sfeer in de groep? Ja, dat wel goed. Ik kan zien dat iedereen goed met elkaar opschiet. En het is wel een leuk groepje, zoals ik het nu bekijk. Okay. Nou, ik wens je dit seizoen veel succes en een hoop doelpunten toe, Patrick. Ja, dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior31TV.